Hallo, ik ben Leandra Satsu en ik kom het boek Merel inspreken bij Luister.Bibliotheek. Bibliotheek. Hij wandelde achter hen aan en versnelde plots zijn pas. Oh mama, die gast volgt ons, siste Merel in paniek. Anne-Sophie nam haar smartphone. Ik bel de politie, zei ze. Die zullen die griezel wel aanpakken. We zijn vandaag 30 juni. En we hebben in mei het Disability Film Festival gehad en daarover hebben we natuurlijk de podcast gehad over audiodescriptie. Vandaag gaan we het hebben over anders lezen of aangepast lezen. We hebben begin juni de boekenweek gehad en daarover gaan we vandaag praten met Diego en Mark. Diego werkt voor Luisterpunt en Mark houdt zich bezig met de inlezers en inleesstudio's en leest zelf ook boeken in. Maar we gaan ze zichzelf natuurlijk eventjes laten voorstellen. Dus Diego. Ik ben Diego Antoons. Ik werk als communicatieverantwoordelijke bij Luisterpunt Bibliotheek. Dus ik zorg er mee voor dat zoveel mogelijk mensen ons aanbod ontdekken, dat zoveel mogelijk mensen ons aanbod kennen. Om zoveel mogelijk mensen ook leesplezier te bezorgen. Via heel wat verschillende manieren, daar komen we later nog wel op. Maar ik werk dus binnen de communicatiedienst. Oké. Okay. Ja, en ik ben Mark Lefever, oud VRT-producer en presentator. Ik ben voorzitter van de stemmencommissie bij Luister.Bibliotheek. Bibliotheek. En zelf ook al vele, denk ik, 8 of 9 jaar inlezer van boeken. Ik herken uw stem wel. Ja. Dankjewel. Ja, ja, okay. we zijn beide fervente lezers, dus ja, de stemmen komen inderdaad wel. Dat is goed. Ja. Dan, welkom alle twee. Sorry, Kenny. Ja, dan denk ik dat het aan Diego misschien dan de meest geschikte persoon is om in het kort een keer uit te leggen wat dat Luisterpunt precies is. Ja, dus wij zijn de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. En als mensen dat horen, ook van vroeger, dan denken ze vaak nog, dat is de blindenbibliotheek, bibliotheek voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dat klopt, maar we zijn ook ondertussen gegroeid tot meer dan dat. We zijn er echt voor iedereen die moeite heeft met een gewoon gedrukt boek. Dus ook bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking. Mensen met reuma, mensen met Parkinson, mensen die een hersenletsel hebben gehad en daardoor moeite hebben met taalverwerken. Kinderen en jongeren met dyslexie, mensen met afasie, dus die hun taalvermogen zijn verloren na een hersenletsel. Dus eigenlijk heel gevarieerd, voor heel veel mensen zijn we er eigenlijk voor iedereen die moeite heeft met een gewoon gedrukt boek. Nu, wat kunnen die mensen bij ons lenen? We zijn een speciale bibliotheek voor onze doelgroep, maar ook door ons aanbod. Wij hebben luisterboeken in onze collectie, ondertussen meer dan 30.000. En daarnaast hebben we ook brailleboeken in onze collectie. En dat zitten we nu aan 18.000. Ons aanbod is echt zoals de gewone bib. We hebben voor jong en oud fictie, non-fictie, poëzie, kookboeken. We hebben alle mogelijke genres in onze collectie. En onze lezers kunnen alles gratis bij ons lenen. Dus we zijn een gratis bibliotheek. Er is bij ons helemaal niks te betalen, geen lidgeld. Ook de boeken verzenden via de post en zo, dat gebeurt volledig gratis. Want misschien al ineens een vraagje, zo de brailleboeken, worden die nog heel veel ontleend? Omdat ik zo precies hoor van 18.000 brailleboeken, maar al 30.000 luisterboeken. Ja, de brailleboeken, we zien helaas elk jaar het aantal braillelezers wel dalen. Dus we zijn nu voor het eerst onder de 200 gezakt. Dus dat we wel jammer vinden. Al zien we wel het aantal uitleningen, dat blijft wel op peil. Dus het is niet dat de uitleningen groot dalen, nee, het is eerder het aantal lezers. Zo elk jaar haken er wel een aantal lezers af, wat we wel jammer vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om in de toekomst te kunnen starten met digitale braille. Omdat we merken in onze collega-bibliotheek in het buitenland, dat dat er wel voor kan zorgen dat die braille-uitleningen en het aantal brailleboeken dat echt gelezen wordt, nog gaat verhogen. Dus dat is iets dat we wel gaan bekijken in de toekomst. Ja, ik ben nu zelf al jaar en dag braillist, zoals dat een mooi gezicht wordt. Maar de laatste 5, 6 jaar opteer ik toch ook voor
audioboeken in plaats van brailleboeken? Ja, dat horen we meer en meer. En ook zeker voor kinderen tegenwoordig merken we ook, kinderen die blind of zwaarslechtziend zijn, merken we ook dat zij nog meer op die audio focussen als ze lid worden. Dan zullen heel weinig jonge braillelezers. Ja. Het is ja, met braille zit je vooral al met het volume, hè, qua boeken. En uiteindelijk het luisteren naar een boek is ook voor mezelf sprekend minder vermoeiend dan... We hebben ook lezers die laten afhangen van het genre. Bijvoorbeeld als ze zeggen van ja, poëzie, dat wil ik echt op braille lezen, omdat ik dat zelf kunnen... Ik heb een tijdje geleden heb ik wel nog een brailleboek ontleend. En dat was een die mijn dochtertje ook moest lezen voor school. En dan lazen we samen. Nee. En dan vind ik het ook wel leuker om een brailleboek te hebben dan daar te moeten zitten met een koptelefoon of met een gsm. Ja, het is natuurlijk veel mensen. Ik zelf ook, ik ben ook blind, maar ik heb nooit leren echt braille lezen. Ook moest ik nu beginnen, ik denk dat ik dan best terug de boekjes van, het eerste leerjaar zou moeten ontlenen om zo terug te beginnen lezen, denk ik. Want ik denk dat dat heel traag en heel moeizaam zou gaan. Ja. Zeker op latere leeftijd natuurlijk. Maar als je ook zegt, 18.000 brailleboeken... En ondertussen al 30.000 audio. Wie bepaalt het aanbod van de boeken? Ja. Dus we hebben eigenlijk een collectieverantwoordelijke, net zoals dat de gewone bibliotheek iemand heeft die kiest van die boeken nemen we op, die boeken niet, hebben wij ook een collectieverantwoordelijke. En zij kijkt wat er op de markt verschijnt. Maar ze houdt rekening met fictie, non-fictie, jeugd, volwassenen, allerlei genres. En dan kiest zij welke boeken dat er omgezet worden. Nu jaarlijks zetten we er zelf, om u een idee te geven, ongeveer een 800 om. Die laten we omzetten. Dus dat lijkt misschien veel. Maar als je ziet wat er alleen maar in ons taalgebied verschijnt, dan is dat nog altijd vrij weinig. Dus we moeten echt wel gerichte keuzes maken. Dus 800 zetten we zelf om. Maar daarnaast hebben we ook wel een samenwerking met onze collega's in Nederland. Dus boeken in Vlaanderen laten we in Vlaanderen omzetten. Boeken van Vlaamse auteurs zetten we in Vlaanderen om. Van Nederlandse auteurs in Nederland. En dan wisselen we die uit. En vertaalde literatuur, dat spreken we af. Dus daar hebben we een systeem voor, dat we gewoon op voorhand voor het inlezen afspreken van doen jullie het of doen wij het. Dus zo kunnen we ook natuurlijk nog heel wat meer boeken aanbieden. En wie bepaalt dan of dat het een audioboek of een brailleboek wordt? Of de twee? Dat is ook dezelfde persoon die dat bepaalt. Ja. Brailleboeken kunnen we minder omzetten per jaar. Ik denk dat we er vorig jaar, ik heb het even opgezocht, een 150, dus dat is wel minder voor braaiboeken, Maar dan zegt die... we uit met Nederland natuurlijk, dus op die manier kunnen we ook heel wat boeken toevoegen. Want het is niet dat mensen zelf kunnen zeggen van, goh, die boek, dat ligt mij nu een hele top, we kunnen die niet omzetten of inlezen. Ja, dat is absoluut mogelijk. Dat is iets dat we heel erg appreciëren. Dus we hebben op onze website ook een formulier. Mensen kunnen ook bellen of mailen of een briefje bij een cd steken die ze terugsturen. Maakt allemaal niet uit. Ja. Mensen kunnen echt wel suggesties doen. Dat waarderen we enorm. Want we willen echt dat onze lezers ook die boeken kunnen lezen die ze willen lezen. En op de meeste aanvragen gaan we eigenlijk wel ingaan. Tenzij dat echt een heel oud boek is, dat niet meer in de handel verkrijgbaar is, of een boek dat in eigen beheer is uitgegeven, dat is ook moeilijker. Dus het moet wel in een aantal gewone bibliotheken ook beschikbaar zijn. En het mag ook niet te gespecialiseerd zijn. Dus echt zo die vakliteratuur, echt ook boeken over bepaalde informatica dingen, Windows 10 bijvoorbeeld enzovoort. Echt zo heel specifieke dingen, dat gaan we minder omzetten. Maar voor de rest, de meeste aanvragen die we krijgen, laten we wel omzetten, En hoe lang duurt dat dan zo voor een boek in te lezen of om te zetten? Voor een boek moet je toch al snel op minstens een half jaar ongeveer rekenen voor een luisterboek. We hebben wel ook een systeem, dat noemen we A-boeken of A-plus boeken. Dat zijn boeken die dringender zijn. Dus bijvoorbeeld Mark, die hier ook is, heeft een A-plus boek of een A++, ik weet het zelfs niet meer wat het was. Dus een nieuwe boek van Stefan Hertmans kwam uit. Daar maken we natuurlijk een boek van dat we nog sneller willen. Dus dat was dan sneller in onze collectie gebracht. Ja. Dus daar hebben we wel ook een systeem voor. Kun je daar iets verder op ingaan, Mark? Want uiteindelijk, zo'n opname, dat vraagt sowieso al wel wat tijd. Ja, zeker. Maar
De meest vrijwilligers, want de vrijwilligers werken, die gaan één keer per week naar de studio voor een sessie tussen 1 en 2 uur. Maar ik ga 2 keer per week, vandaar dat ik veel aanboeken mag inlezen. Ja. Mijn rendement is namelijk groot, dus ik heb op dinsdag een sessie van 2 uur en op vrijdag van 1,5 uur, dus dat gaat wel vooruit. Dus soms heb ik zo'n boek, bijvoorbeeld van Stefan Hertmans, De Opgang. Ik denk na, ik ben het een beetje kwijt, maar ik denk na 10 sessies was het opgenomen. Dus dat gaat echt wel snel vooruit. Omdat je ook als inlezer zoveel mogelijk de studiotijd wil benutten. Dus het is niet als je 2 uur studiotijd hebt, dat je echt 2 uur inleest. Je maakt wel eens een fout en je praat met de technicus een beetje. Maar ik heb toch al sessies meegemaakt dat ik op 2 uur een uur en 45 minuten heb ingelezen. Dat is veel. Dat is werkelijk veel. Diego heeft ook een peter en meter. Wat betekent dat? Ja, een peter en meter. Dat is iets speciaals dat we hebben. Dus mensen kunnen bij ons peter of meter worden van een bepaald boek. En dan zijn er 2 opties. Dus ofwel word je peter en meter van een actueel boek. Dat kost dan €250. En dan word je echt peter of meter van dat boek. Dus dan nemen we ook jouw naam op in het boek en vermelden we in ons tijdschrift dat dat met jouw steun is ingelezen. Dat kan ook als vereniging. We hebben dat ook al een school of een groep vrienden een boek sponsort. Dat is voor een actueel boek. Dat zijn boeken die sowieso in onze collectie zouden komen. Maar jij eigenlijk sponsort die dan en dan komt dat zo in de collectie. Maar dan, ik denk jouw boek van Maurice Gilliams, dat is een klassieker. We hebben ook een lijst met echt klassiekers, ik denk een 20-tal, die we om de zoveel tijd ook updaten. En dat zijn boeken die niet of minder snel in onze collectie zouden komen zonder jouw steun. Dus dat kost dan €400. Ah ja, oké. Okay. Het is zo dat uiteindelijk door dat systeem dat jullie ook een beetje naar jullie gelden komen dan, want ik vermoed dat qua subsidies dat tegenwoordig toch geen vette niet meer zal zijn. Goh, de Peter en Meter, dat is eigenlijk een heel kleine tak van onze financiën. Dat is echt klein. Dus we hebben inderdaad subsidies van cultuur, zoals bijna alle culturele organisaties, hebben we ook de kaasschaaf gehad. Dus hebben we ook 6% minder subsidie gekregen. Maar we merken wel dat we veel giften krijgen. Dus onze werking is volledig gratis. Maar we merken wel uit onze giften dat mensen ons werking heel erg waarderen en dat ze ons op die manier dan steunen met een gift die dan ook nooit fiscaal aftrekbaar is. Dus dat... En is er bewust gekozen om het gratis te houden? Want je zou ook bij wijze van spreken, als je het dan vergelijkt naar Nederland bijvoorbeeld, passend lezen, daar is dan iets van een €30 per jaar, wat nog niet overdreven is uiteindelijk. In een gewone bibliotheek moet je ook betalen. We hebben er wel echt voor gekozen om het gratis te houden en dat... Daar waken we wel over, dat we dat kunnen behouden. We weten ook niet of dat het ons veel meer zou opleveren als we lidgeld zouden vragen dan met onze giften. Dat weten we ook niet. We denken eigenlijk niet per se. Maar we vinden het belangrijk dat we gratis blijven. Ook in een gewone bib moet je soms wel lidgeld betalen, maar gewoon voor het feit dat je gedrukte boeken wil lenen, ga je niet altijd moeten betalen. En we vinden het zonde dat je, omdat je een leesbeperking hebt, dat je dan toch zou moeten betalen in een openbare bibliotheek voor diezelfde gedrukte boeken. De aangepaste versie daarvan dan. Ja. Dat vinden we wel heel belangrijk, dat ons aanbod gratis blijft. Ja. Mooi. Dat is mooi. En Mark, om even verder te gaan. Ik heb gezegd, je hebt sessies, de meeste inlezers hebben sessies van een uur tot 2 uur per week. Aan hoeveel inlezers zitten dan zo per week ongeveer? Ik lees in de studio in Gent in en daar zijn er, ik denk, 25 inlezers. Oeh, dat is toch wel redelijk. Dat varieert van sommige... In Gent heb je maar 1 inspreekcel, maar in andere studio's heb je soms 2 tot 3. Hè. Dus kunnen ook meer mensen per week langskomen om 1 of 2 in te lezen. Ja. Hoeveel inleesstudio's zijn er zo in Vlaanderen? 10 volgens mij, Diego. Ja, sorry. Dus misschien nog even goed om mee te geven. Dus de studio's die zijn niet van onszelf, niet van Zesterpunt. Dat zijn 2 andere VZW's die eigenlijk de productie doen van onze boeken. Dat is Blindenzorg, Licht en Liefde en Transcript VZW. Dus zij zijn eigenlijk 2 organisaties die verspreid over Vlaanderen
inderdaad een tiental studio's hebben. Ja. Ja, oké. Okay. En ook, ja, we hebben Mark er een beetje ook deels bij om wat uitleg te geven hoe dat precies in zijn werk gaat. En voor mensen die eventueel interesse zouden hebben om inlezer te worden, want er vermoed dat er altijd wel inlezers nodig zullen zijn. Zeker. Hoe die procedure juist in zijn werk zit. En... Wel, je kunt, als je je geroepen voelt om boeken in te lezen, dan kun je contact opnemen met een van de studiomeesters van die verschillende studio's. Dus die heb je bijvoorbeeld in Kortrijk, in Varsenaren, Gent, Zellik, Mechelen, Antwerpen, Hasselt, Tongeren. En Leuven, voilà. Ja, dus je kunt daar met die studiomeesters contact opnemen en een afspraak maken om een stemproef af te leggen. Want je kunt niet zomaar beginnen boeken te lezen, dat gaat niet. Omdat de kwaliteitsnorm, en terecht overigens, ligt heel hoog. Dus je maakt een afspraak, je gaat naar de studio en dan krijg je 4 teksten van verschillende niveaus eigenlijk. De ene bedrieglijk eenvoudig, de andere toch wel wat ingewikkeld. Dan ook een tekst, een pagina uit Harry Potter. Enfin, en dan ook een boek eigenlijk, een hoofdstukje uit een boek over eten. Heel sap geschreven door Louis Poldoon. Dat zijn 4 verschillende stijlen. Dat zijn 4 verschillende stijlen. En dan doe je die opname. Dat duurt ongeveer zo'n stemproef 10 tot 12 minuten. Die we dan beluisteren. En wij, dat zijn de mensen van de stemmencommissie. Ja, wij zijn met z'n 8. De 8 mensen die elk apart thuis hun eigen oordeel geven over de kandidaat of kandidaten. En dat zijn verschillende criteria. Dus het begint met de adem. Is de adem hoorbaar? Komt hij vanuit je buik? En niet, zit hij niet te hoog? Dan heb je uiteraard heel belangrijk de stem. Is de stem aangenaam? Of zit ze te veel naar achter en klinkt ze keurig? Dat kan bijvoorbeeld niet. Of is ze hees? Zit er een slijtage op? Dat is allemaal belangrijke dingen. Ach, maar voor sommige boeken kan dat wel een extra cachet geven. Hè? Zeker. Ja, maar hoe dan ook. Dat geloof ik wel. Omdat jullie het zelf ook invullen. Hè? Maar de stem moet wel goed zijn. Ze moet verstaanbaar zijn. Dan heb je de uitspraak. Is het algemeen Nederlands? Of is het echt te Limburgs of te West-Vlaams of te Brabants? Dus dat is ook een belangrijk criterium. Het moet echt wel algemeen Nederlands zijn. Het mag wel een foutje inzitten natuurlijk, maar het moet wel goed zijn. Dan heb je het tempo en het ritme. En iedereen, ook jij en Diego en Kenny, we hebben allemaal ons eigen tempo. Dus als je een tekst inleest, dan lees je die tekst ook volgens je eigen persoonlijkheid. Maar de tekst zelf heeft ook een eigen tempo en ritme. Je kunt niet elke tekst, bijvoorbeeld in die stemproeven, dat zijn 4 verschillende teksten, je kunt die niet alle 4, of je mag die niet, alle 4 op dezelfde manier inlezen. Want dan is er geen variatie. Is het voorspelbaar. Dan hebben we nog de articulatie, komt er ook bij. Dat mag niet te geaffecteerd zijn, of dat werkt dus niet. Het moet vloeiend zijn, natuurlijk. Dan heb je nog de expressie. Want er is altijd een moeilijk gegeven. Inlezers of kandidaat-inlezers, ofwel doen ze het heel levendig, te levendig. Worden bijvoorbeeld de dialogen gespeeld, maar dat ze... Raad wij niet af, we zeggen alleen maar, doe het met mate. Want de gebruiker, de lezer, de gebruiker, moet zijn of haar eigen fantasie kunnen gebruiken om zich in te beelden hoe die persoon, dat personage, in dat boek spreekt. Dus wij als inlezers zijn in feite de bladspiegel van het boek. Dus wij brengen het over, wij moeten laten horen aan de gebruikers dat we dat graag doen, dat niet tegen onze zin is. Maar we moeten ook ruimte vrijlaten voor de gebruikers. Dat je zelf kunt invullen van hoe het personage eruit ziet, of hoe die klinkt, of hoe je eigen fantasie kunt laten werken. Ja. En dat is een moeilijk onderdeel
van de stemproef en dan later als je dan geslaagd bent om een boek in te lezen. Wij mogen het niet overnemen van het boek. Het boek is het belangrijkste. En dat is, dat wil ik nog even erbij zeggen, het vrijwilligerswerk, dat ook ik doe, vind ik enorm zinvol. Ik doe dat werkelijk zeer, zeer graag. En elke keer als ik de studio buiten kom, na een sessie, ben ik werkelijk content, tevreden van wauw, ik heb weer iets goeds gedaan, iets zinvols gedaan. Maar ja, toch tegelijkertijd, dat is de voldoening voor mezelf. De voldoening voor de gebruikers van jullie is dat we het boek kunnen bij jullie brengen. Want wij zijn juist de tussenschakel. Het boek is het belangrijkste. En wij mogen misschien wel een groot ego hebben, maar het ego is in deze onbelangrijk. Het boek primeert. En dan komt de inlezer. Ik merk en dan heb, en dan heb je een algemene slotsom, geslaagd of niet geslaagd. Ja. We zijn met 8 mensen. Het is streng hoor. Ja, vanaf 3 min, dus 3 negatief beoordelen, ben je niet geslaagd. Ik denk dat het vroeger iets minder streng was. Want dat weet ik niet. Ja, inlezers waar dat ik soms wel moeite mee heb qua dialect, dikwijls nog. Maar dan spreek ik wel over oudere boeken. Maar ik denk inderdaad dat daar wel een serieuze evolutie in is geweest. Ja. Want als je soms boeken hoort die nog omgezet zijn van cassettes en zo, dat je soms denkt van, ja, is dit nu een luisterboek of is dit toneelstuk dat ze opgenomen hebben of zo? Ja. Dat echt zodanig gespeeld is dat je soms zelf met extra stemmetjes en zo, dat je denkt van, ja, dit is eigenlijk niet meer leuk. Dit is dus meer voor kinderen dan voor volwassenen. Hoewel dat ik moet zeggen, bijvoorbeeld, die doet dat ook wel een stuk, maar dat is ook wel een acteur. Maar degene die de Nederlandse versie van Harry Potter ingesproken heeft, is een Nederlandse acteur, maar ik ben zijn naam kwijt. Jan Meng. Ja, maar ik vind dat hij dat wel enorm goed gedaan heeft. Ja, er zijn nog wel wat fans van Jan Meng, inderdaad. Die doet dat wel fantastisch. Ja, we hebben dat boek ook natuurlijk niet zelf door hem laten inlezen. We hebben dat overgenomen van bestaande boek. Maar die zijn wel heel populair. Hij heeft ook In de Bang van de Ring, denk ik, ingelezen. En De Hobbit en zo. En ja, die heeft een goede grens, vind ik, gevonden tussen... Ja, inderdaad. Ja, die is enorm goed. Maar inderdaad, wel een acteur. Dus die wordt wel geacht van het een beetje te kunnen, natuurlijk. Maar... Maar we hebben het nu even over cassettes gehad, maar hoe is dan zo de kort samengevat, de evolutie gekomen van, we gaan van cassette naar de digitale versie? Dat heeft toch ook nog heel wat in zijn werk gehad, vermoed ik. Ja, dus we hebben dan ook heel moeten beslissen natuurlijk bij die omzetting van cassette naar digitale versie van heel wat boeken. Konden we niet overzetten of zijn kapot gegaan bij de digitalisering of de kwaliteit was niet goed genoeg meer. Dus dan hebben we natuurlijk wel echt de selectie moeten maken. Maar een groot voordeel van die evolutie is dat vroeger hadden wij een aantal, of meestal 1 exemplaar van dat boek op cassette en nog een exemplaar van dat boek in braille. En als dat dan uitgeleend was, dan had je pech, dan moest je bijna wachten tot... Ja. Binnen was, zoals in een gewone bibliotheek. Terwijl nu, onze brailleboeken worden op vraag geprint. Dus iedereen kan dat boek aanvragen en krijgt dat gewoon thuis gestuurd. Het is niet dat wij rekken hebben staan met al onze brailleboeken. Nee, dat wordt gewoon echt op vraag geprint. Hetzelfde met onze luisterboeken op cd. Dus als iedereen morgen de Bourgondiërs wilt lezen op Daisy cd, dan printen wij dat gewoon af en dan sturen wij dat naar iedereen op. Hetzelfde met ons online verhaal natuurlijk, met de Anders Lezen app. Als iedereen dat boek op zijn boekenplank zet, dan kan dat. Dat is natuurlijk wel een heel groot voordeel, dat bibliotheken, gewone bibliotheken, niet hebben. Als iedereen daar nu de nieuwe van de 7 zussen wilt lezen, dan gaat dat niet. Ja, ik herinner mij zelfs, want ik ben braille boeken beginnen ontlenen toen ze nog per 2 in een sterk leren kaft opgestuurd werden. Ja. En ik heb zelfs ooit gehad dat ik moest wachten op volgende delen, omdat die nog ergens zaten. Van een boek, bij wijze van spreken, van 12 banden, waar dan boek 6 en 7 nog bij iemand anders zat, ja, dan moet je wachten. En dat is inderdaad wel nu wel een groot voordeel. Ja, inderdaad. Nu, inderdaad, de evolutie naar streaming, hè, want dat is nu
Ik denk bij veel mensen toch ook nog... ik denk bij de jongere mensen een evidentie, dat je een appje downloadt en dat je dan boeken kan uitlenen en op je gsm of je draagbare toestelletjes allemaal gemakkelijk kan lezen. Maar ik veronderstel dat er nog altijd een heel groot deel ook toch de Daisy's cd'tjes blijft aanvragen nog. Of is dat ook aan het minderen? Eigenlijk niet. We hebben ongeveer 10.000 Daisy-lezers en 20% daarvan leest op cd. Dus dat is wel de minderheid. Maar als we dan gaan kijken naar het aantal uitleningen, dan zorgt die 20%, dus die cd-lezers, zorgen wel voor ongeveer de helft van de uitleningen. Dus dat zijn wel echt de veel lezers, merken we. Echt mensen die het ene boek na het andere erdoor jagen. Dus soms krijgen we de vraag van, ja, zijn jullie van plan om te stoppen met cd's? Nee, absoluut niet. We hebben nog altijd, elke dag gaan er nog honderden cd's bij ons buiten. Ik denk dat dat toch nog een tijdje zal blijven bestaan. Ja. Dat cd. Ja, het is heel gebruiksvriendelijk. Ja, terwijl mensen die technologisch minder vaardig zijn, vaak hebben ze gewoon al geen smartphone of misschien nog geen internet thuis. Nee. Ja, zo'n deze spelen, ja, dat is super gebruiksvriendelijk. Grote knoppen, merk dat je. Ik denk dat we ook met een heel grote, laat ons dan zeggen, grijze bevolking met een leesbeperking zitten, die waarschijnlijk ook wel nog meer gaan opteren voor de deze speler dan... inderdaad de technologie te volgen om te streamen. Ja, absoluut. Het heeft te maken met generaties dan. Ja, denk ik wel. Ja, het zal wel evolueren in de toekomst. Ja. Ja, het zal minder en minder worden, maar op dit moment zien we nog altijd heel veel cd's. Ja. Ik had nog een vraagje voor Mark, want ik wou daar er juist nog een beetje op inspelen. Maar je hebt bijvoorbeeld... zowel Peter als ik zijn daar grote fan van geweest, een hele serie boeken, De Wetten van de Magie, zijn er 14, maar wordt er, ik vond het een beetje jammer, wordt door veel verschillende inlezers ingelezen, maar ook de namen worden dan door veel lezers anders uitgesproken. En dat vind ik op den duur wel lastig. Wordt daar, of proberen jullie daar toch rekening mee te houden, of helemaal niet? Ik weet het eigenlijk niet, Diego. De boeken, we krijgen een boekenlijst waaruit we kunnen kiezen welk boek we zullen inlezen. Dus als je boek naar het einde van de sessies gaat, dan wat die lijst is, wat althans in mijn studio in Gent, misschien verschilt dat van studio naar studio, is dat een lijstje van 10 of 15 boeken waaruit ik dan één kies. En dus inderdaad, wat jij zegt, is inderdaad mogelijk dat de Wetten van de Magie, dat door verschillende inlezers ingelezen wordt. Maar of je dat kunt gaan concentreren bij één inlezer, ik begrijp je vraag, nee, dat is interessant. Maar dat, Diego, dat weet ik eigenlijk niet goed. Dat is heel moeilijk, denk ik, praktisch om te realiseren. Stel dat deel 1 uitkomt en je hebt deel 1 ingelezen, je begint daarna aan een volgend boek, maar je bent nog niet klaar met dat volgende boek en deel 2 zou er al zijn bijvoorbeeld, dan... Ja, het blijft allemaal veel langer aanslepen als... Ja. Het gaat hem maar niet zozeer over één inlezer, maar over de consequentie in uitspraak van namen en plaatsen. Ja, dat vinden we wel belangrijk. Eigenlijk is het aan de inlezer best in samen met de studio om even af te toetsen misschien, of eens na te vragen bij ons, of eventueel kort het boek eens te beluisteren, een paar fragmentjes. Dat lijkt me wel een meerwaarde. Want soms even een stom voorbeeld te geven. We gaan even Diego als persoon. De ene gaat Diego zeggen. En dan de volgende inlezer, die leest dan Diego voor. En dan soms heb je dan zo de dingen van, wacht, wie was dat nu weer? En dat maakt het dan weer moeilijker om bepaalde reeksen... volledig uit te lezen, omdat je dan soms zoiets hebt van, nee, dit is niet meer leuk. En dat is natuurlijk spijtig. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je, zo werk ik toch alleszins, als ik twijfel over de uitspraak van een woord, in de studio staan er uitspraakwoordenboeken, en bovendien, via het internet, heb je ook van die sites die het laten horen hoe dat woord klinkt. Dus in principe is dat weinig moeite, maar
Ja. Zo, maar, ja, misschien maar, wel aangewezen zijn dat dat een aangeboren reflex wordt van bij twijfel, zoek het op. Ja, ja. En misschien ja, want de wetten van de magie zijn ook niet de jongste boeken niet meer, dat ondertussen ook al wel serieus verbeterd is in dat opzicht, denk ik wel. Maar ja, je merkt het soms wel. En soms is het ook, ik kan begrijpen als een reeks over jaren gaat. Want de wetten van de magie, bij dat voorbeeld te blijven, dat zijn enkel de hoofdreeks zijn al 10 of 11 delen. Ja, dat is niet op 2 jaar. Dat uitkomt natuurlijk. Hè. Dus ik kan begrijpen dat misschien de persoon dat deel 1 gelezen heeft, ondertussen al zijn stem misschien niet meer zo aangenaam of zo goed niet meer is als het laatste deel uitgekomen is. Ja, ik dacht zelfs dat deel 3... Het boek verouderd eigenlijk. Ik denk zelfs dat het deel 3 was dat door 2 verschillende inlezers voorgelezen is. Ja. 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 En wie, want jullie zijn met 8 in de stemmencommissie. Jullie houden rekening met het leestempo, maar op wat baseren jullie zich daar een beetje voor? Want ik kan u alleen voor mezelf. Maar weet je, de 8 leden van de stemmencommissie, die zijn het werkelijk waar heel vaak of grotendeels eens. En dan bedoel ik, als je een stemproef beluistert, dan hoor je vrijwel onmiddellijk of toch zeer snel of de kandidaten goed is of slecht. Ja. Dat is werkelijk overduidelijk in de meeste gevallen. De moeilijkheid is bij mensen die zo wat daartussenin zitten. En dan moet je naar eer en geweten, je kunt je daar niet van afmaken. Hè? Je moet wel ernstig beluisteren. En dan denk je van, ja, maar, en dan begint. Ja. Maar als je dan de oordelen van de 8 juryleden bij elkaar legt, meestal, wat ik zei, zijn we eens. En bij twijfelgevallen heeft de kandidaat, maar dat doen we niet zo vaak, maar het kan, recht op een tweede stemproef. En dan krijgt hij 4 andere teksten. Heeft hij of zij krijgt dan tijd, weken, maanden, om zich voor te bereiden op de tweede stemproef. En met een achtneming van de opmerkingen die hij of zij dan gekregen heeft. Want de kandidaten krijgen een brief van een medewerker van Diego, die de kandidaat op de hoogte brengt van, u bent geslaagd, niet geslaagd, of u krijgt een tweede stemproef, maar let op dit en dat en dat. En we zouden graag hebben dat je dat opnieuw doet. Dus zo werkt het eigenlijk. En stel, ik wil mijn kandidaat stellen om een stemproef te komen doen. Je zegt, je krijgt 4 verschillende stukken dat je moet lezen. Hoe lang krijg je die op? Want ik vermoed dat je daar toch wel een beetje voorbereiding voor krijgt. Voorbereidingstijd voor krijgt. Wel, bij de stemproef krijg je, het hangt vanaf of je tijd bent of niet. Hè. Maar goed, dat is nu een grapje. Denk ik een kwartier. Kwartier of een half uurtje. Kwartier, dat je ze even kunt bekijken. Ja, en als de persoon geslaagd is en die mag een boek inlezen, krijgt hij het boek eerst volledig zelf te lezen voor hij de studio ingaat? Of is het gewoon de studio in en begint? Nee. Je kunt, het hangt van af hoe je in elkaar zit. Sommige mensen nemen het boek mee naar huis, bereiden het voor en gaan dan naar de studio. Andere mensen gaan gewoon naar de studio en beginnen te lezen. Ja. Het hangt een beetje waarbij je jezelf comfortabel voelt. Ik bijvoorbeeld, ik neem ze niet mee naar huis. Ik ga de studio in en ik begin te lezen. Maar nee, leest op zich al vlotter. Dat is ook waar. Als de anderen. Ja. Ja. Zeker met nieuwe stukken dan. Ja, wel, wat ik wel doe is ook bijvoorbeeld nu vorige dinsdag met Boris Gilliams. Dan neem ik dat boek even bij mij zo, maar niet te lang, toch een minuutje of 10 van. En dan lees ik de eerste pagina's voor mezelf van, dat is de sfeer, dat is het personage, dat ik zo ongeveer weet hoe het klinkt. In dit geval
moet ik mij enorm concentreren, want dat zijn verdomd lange zinnen en bijzinnen. Ja, wel, dat is hem juist van. Daarom stel ik ook een beetje de vraag van, als je direct een boek voor u krijgt en je begint in te lezen, heb je ook totaal toch geen idee van hoe dat de schrijver zijn zinsconstructies maakt en zijn opbouw van het boek. En ik denk dat je dan toch, lijkt mij dan, minder intonatie en ja, ik weet het niet, maar ik denk dat het toch moeilijker is. Ja, zeker. Maar nog eens, het hangt er vanaf van hoe je in elkaar zit. Veel collega's, vrijwilligers, nemen het boek mee naar huis en bereiden het voor. Of gaan wat vroeger naar de studio en bereiden daar een pagina's voor. En voelen zich daar goed bij. Bij mij is het zo van, ik lees even met de eerste pagina's om in de sfeer te komen en dan begin ik eraan. Het moet vooruit gaan. Meer ervaring dan je. Dat is waar, maar ik heb echt wel veel ervaring. Dus ja, hoe dan ook. Ja. Ja. Want wordt er op zich veel fouten gemaakt? Of valt dat mee? Wel, ja. Natuurlijk wat wat jullie uiteindelijk te horen krijgen, is goed. Daar zijn de fouten gelukkig maar er allemaal uitgeknipt of uitgehaald. Maar ook daarin, iedereen maakt fouten. Hè? En dan wordt de opname stilgezet. En dan ga je verder. Sommige lezers maken... Daar sluipt er zo nog wel eens in tussen. Maar... Ja, dat kan wel. Mensen maken fouten. Hè? Ja, natuurlijk. Maar dus ja, ook daarvan hangt het af van... Je bekwaamheid om in te lezen. Sommige inlezers, hoor ik dan links en rechts, maken wel meer fouten dan anderen. So be it. Hè. Ja. Tja. Ook zo met de omzetting van cassette naar digitaal, hoor je heel af en toe zo nog eens de dingen erin sluipen van einde spoor 1. Ah ja, is waar? Ja. Oké. Ik wil jullie iets vragen, want ik kreeg daar onlangs nog een opmerking over, onlangs een tijdje geleden, van ook iemand die blind was en die zei, want wij doen echt ons best om de pagina's van het boek geruisloos om te slaan. Hè? Ja. En die persoon zei, blind, zei, in feite hecht ik daar niet zoveel belang aan. Wat denken jullie daarover? Bij sommigen valt het iets meer op dan bij anderen. Ja. Maar ik vind het op zich niet zo heel erg als ik zo af en toe eens een blad hoor omdraaien. Dan weet je eigenlijk ook dat je een boek aan het lezen bent. Okay, dat geeft wel het gevoel van ik ben een boek aan het lezen. Ja. Dan hoor je dat uiteindelijk ook. Hè. Er zijn sommige andere geluiden die soms minder leuk zijn. Vertel! Soms hoor je effectief, en ik kan u niet zeggen of dat nieuw boeken of oudere boeken zijn, maar dan is de lezer aan het lezen en dan merk je, van, het is precies tijd voor te gaan eten, want zijn maag begint zo wat te rommelen. Zo die dingen, maar ja, dat... Er zijn dingen die er technisch... Dat maakt het mee. Ja. Er zijn dingen die je technisch redelijk goed wegkrijgt, maar er zijn ook dingen die je technisch niet wegkrijgt. Nee. Ja, dat is waar. Maar... Ik zeg het, dat maakt het ook menselijk. Hè. Anders kan je manier van spreken even goed gaan zeggen van we laten het boek voorlezen door Ellen en dan moet je daarvan met tevreden zijn. Dat is ook een mogelijkheid, maar dan heb je ook niet de intonatie en de dingen die een lezer heeft. Nee, want ik heb zo eens een poging gedaan met een paar boeken, e-books, dan, om ze te laten voorlezen door voice-over. Ah ja. Maar nee, dat is het toch niet. Nee, dat is niet aangenaam. Nee. Van een gewone tekst of zo, een document of een ding, gaat dat wel en is dat wel goed. Maar van een hele boek, dat dan heb ik liever de stemmen. Ook omdat dat dan, elke boek heeft een andere stem, heeft een andere dingen. Ja. En dat maakt het leuk om te lezen. Ik ben nu bezig met kort verhalen van Roald Dahl. Okay. Sorry voor mijn uitspraak. Maar ook in het Engels. En ja, dan vind ik het ook echt leuk dat dan zo een echte Engelse stem is die het voorleest.
En dan kom je echt in die, ja, vind ik in die, ja, ja. Die sfeer van dat boek. Nu, ik ken niet zoveel talen, ik ken Engels, ik ken Frans en ik ken Nederlands. En daar is dan ook, daar blijft het dan ook bij. Maar ja, soms maakt het er wel leuk. Zoals like, ja, de boeken van Leblanc, Arsène Lupin en zo. Ja, in het Frans zijn, ja, dan heb je echt de sfeer mee van het boek. Alhoewel dat de vertalingen ook wel goed zijn. Maar soms zijn de originele boeken toch nog dat iets meer. Omdat je dan echt de taal van de schrijver mee hebt. En dat maakt het soms ook wel leuker. We merken ook, zowel bij Luisterpunt als bij Passend Lezen, heb je ook wel verschillende boeken die nog wel in de originele taal ook verkrijgbaar zijn. Maar dat is precies niet zo heel veel, of ben ik daar fout in? We hebben nu, denk ik, 400-500 Engelse boeken en dan een 200-300 Franse boeken. Ja. Een paar Duitse, een paar Italiaanse, een paar Spaanse. Maar dat willen we in de toekomst wel uitbreiden. Want er is nu, denk ik, 2 jaar geleden, of 3 jaar ondertussen, de tijd vliegt, is er een verdrag goedgekeurd, het verdrag van Marrakesh, waardoor dat wij met onze collega-bibliotheken ook nog gemakkelijker boeken kunnen uitwisselen in andere talen. Er is ook een speciaal platform voor opgezet. Dus als je een boek wilt lezen in een bepaalde taal, ik sprak daarnet over dat suggestieformulier, laat het ons ook rusten als dat een boek is in een andere taal. Heel graag, want we zijn echt aan het zoeken naar welke boeken in andere talen kunnen we... Allee, is er nood bij onze lezers, welke willen ze lezen? Ja. Dus heel graag, ja. Ik had nog een kleine praktische vraag voor Diego, want we zijn al wel een tijdje bezig. Ja. De app van Anders Lezen, is er bewust gekozen om daar geen zoekfunctie naar uw boeken in te steken? Of komt dat met de tijd nog? Nee, dat is zeker geen bewuste keuze om dat niet te doen. Dat staat heel hoog op ons wenslijstje en op dat van onze lezers. Onze leverancier is daar ook momenteel mee bezig en we hopen, ik ga wel hout vasthouden natuurlijk, zoals dat gaat bij technische ICT-dingen, maar we hopen dat eigenlijk om bij de start van het nieuwe schooljaar dat te kunnen lanceren. Dus normaal dat zou heel goed zijn, want dat vind ik een heel groot minpunt. Ja, dat snappen we, dat is ons bewust. Het is soms inderdaad wel lastig dat je eerst naar de website moet gaan, daar je boeken moet gaan kiezen en dan naar je app gaan om je boeken te lezen. Ja, geven jullie volledig gelijk in. Ja. Okay. Maar dan staat het op de planning. Dat staat op de planning, ja. Oké. Okay. Super, super. We kijken er zeker naar uit. Voilà. Ik denk dat we een heel groot stuk weer bijgeleerd hebben vandaag. Ik zou zeggen, keep up the good work. Ja. Doen we. En in ieder geval, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en de uitleg die jullie ons weer al verschaft hebben. En we zullen de nodige informatie nog voorzien voor waar mensen zich eventueel ook kandidaat kunnen stellen, hè, om nog boeken in te lezen. Perfect. Zeer wel. Dank voor de uitnodiging en om ons in de kijker te zetten. Dat is heel fijn. Voilà, zeer graag gedaan. Dank je inderdaad, dank je voor de uitnodiging. Ja. Goed. Ja. Ja. Oké, bedankt. Dag. Dag. Gedaan, dag. Het was weer een aangenaam gesprekje. We hebben weer een nieuwtje. Ja. Hè? En, ja, inderdaad. Mensen die graag wat meer informatie willen of die zich kandidaat willen stellen als vrijwilliger. Alle informatie is terug te vinden op onze website, www.blinding-in.com. Daar kun je alle nodige links en informatie terugvinden. Ja, en natuurlijk, zoals altijd, heb je opmerkingen, vragen, stuur gewoon een mailtje. Ook via de website kan je uw bemerkingen of uw vragen stellen. En dan proberen wij die ook zo snel mogelijk te beantwoorden. Voilà. En voor nu zou ik zeggen, if you like us, follow us. Voilà. Ze ging zitten en keek Jona onderzoekend aan. Zeg eens, meisje. Waar ga je vanavond heen? Ze kreeg een lichte blos op. Ze kreeg een blicht op. Een blicht los. Oh, snauwde Merel Karel toe. Karel.
Sorry. Snauwde Merel Karel. Maar allee! Nee! Dat is puur omdat Merel en Karel achter elkaar staan. Oh. Oh, oef, mijn brein. Oh, ik ben aan het glitchen nu. Sorry. Oeh, kom maar.